Welkom bij alweer de 10e Work Hard, Play Hard live uitzending, live show, webinar, whatever. En deze webinars zijn dus voor ondernemers die het maximale uit hun business willen halen en ook het maximale uit het leven willen halen. En het onderwerp van vandaag is minder doen. Ik heb dit inzicht een paar jaar geleden gekregen. Eigenlijk in 2009 heb ik echt het grote inzicht gekregen. Zoals je misschien weet heb ik 17 man op kantoor gehad in Groningen. En nu werk ik niet meer met personeel op kantoor. Ik zeg niet dat er iets mis mee is of wat dan ook, maar dat is gewoon wat voor mij het beste werkt. En op een gegeven moment ben ik gaan kijken, want ik deed gigantisch hoge omzetten. En ik deed ook, ik had ook gigantisch hoge kosten. En op een gegeven moment dacht ik van, nou weet je wat, ik ga even goed naar mijn omzetcijfers kijken. En waar komt nou precies al die omzet vandaan? En als ondernemer zijnde, weet je, ik had gigantisch veel producten. Als ik in 2009, dus 2 jaar geleden ongeveer, keek naar mijn productportfolio. Ik had de business in de box. Ik had een e-mail marketing cursus. Er waren ook 2 of 3 mappen met allemaal dvd's en cd's. Ik had een time management cursus. Iets van 16 cd's geloof ik. Nee, 12 cd's. Ik had een momentum methode. Dat is een 6 weken coaching programma. Ik had de dropshipping cursus, dat waren ook iets van 16 dvd's. Ik had Clarity programma, dat waren iets van 6 cd's op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ik had, wat had ik nog meer? Ja, nog een aantal andere cursussen, dus allemaal verschillende cursussen. Ik had nog een PowerSellers Platinum programma, wat ook wat gigantisch uitgebreid was. Dus ik had allemaal redelijk high-end programma's. En mijn filosofie toen de tijd was geen business zonder backend. En dat is ook heel erg belangrijk. Het is belangrijk als je een product aan een klant verkoopt, dat je meerdere producten aan die klant kan verkopen. Want als je maar 1 product hebt om te verkopen, dan is een klant natuurlijk niet echt een klant. Dus want als je niks meer aan ze kunt verkopen, dan heb je er natuurlijk niet zo heel veel aan. Dus het is heel belangrijk om een backend te hebben. Maar ik heb dat iets te serieus genomen, kwam ik dus later achter. Mijn gevoel zei, ik moet heel veel verschillende producten hebben, zodat 1 klant meerdere producten kan kopen. En de realiteit was dat er natuurlijk ook klanten waren die dat deden. Maar als ik echt keek naar dat onderdeel van mijn business, het aanbieden van cursussen, zag ik dat echt 80% of zo van mijn omzet, misschien nog wel meer, via de business in de box kwam. En dat heet nu het internet Imperium Coaching Programma. En dat was wel voor mij wel een eye-opener van wauw, ik doe zoveel omzet met 1 product. En ik doe eigenlijk maar 20% van mijn omzet met al die andere producten. Maar voor al die andere producten had ik allemaal verschillende salesprocessen, andere klantenservice natuurlijk, andere gigantisch hoge kosten om het op te slaan, om het te verzenden. En het is natuurlijk moeilijk om, het is redelijk eenvoudig om 1 proces te testen en te optimaliseren of 1 product te optimaliseren en te verbeteren, dan wanneer je bijvoorbeeld 6 of 7 producten hebt die je moet gaan verbeteren of optimaliseren. Als je alleen al kijkt naar het split testen van een sales page bijvoorbeeld, met 1 sales page, het is echt niet dat je met 1 split test klaar bent. Dat moet constant doorontwikkelen. En als je dat op 7 producten moet doen, is een heel ander verhaal. Dus wat ik toen besloot om te doen, later in 2009, was om veel meer te gaan focussen op de business in a box. Dus op 1 product en dat gewoon echt heel goed maken en daar echt het core product van te maken. En de rest niet meer te doen. Dus eigenlijk 80% van mijn producten eigenlijk weggedaan. Ik heb ze gemerged in de business in a box. Dus het voordeel daarvan was dat de mensen die de business in a box hadden nog veel meer waarde kregen. En een potentieel nadeel was dat ik upsells misliep. Weet je, mensen die niet meerdere producten konden kopen. Maar mijn business is daardoor veel cleaner geworden en veel, veel waardevoller. En veel makkelijker om te managen. En de marges zijn veel hoger geworden. Dus dat was voor mij een heel groot inzicht. En toen ben ik gaan kijken van oké, wat kan ik nog meer minder doen? En toen ben ik gaan kijken naar heel veel andere projecten die ik allemaal half had afgerond of die ik van plan was om te gaan doen. Toen ben ik gaan kijken van oké, wat nou als ik dat minder ga doen? Als ik minder projecten ga doen, wat voor verschil gaat het voor me zorgen? En doordat ik dat allemaal ben gaan doen, doordat ik minder ben gaan doen, dus minder verschillende dingen ben gaan doen, wat als ondernemer zijn echt tegen het gevoel ingaat, zag ik dat ik veel hogere marges had, veel minder management had, veel minder rommel had, veel minder ruis had. En dat ik veel minder mensen ook nodig had. En
Weet je, wij als mens zijnde, jij en ik, beide, wij hebben allemaal hebben wij, een basisangst en die angst is om iets te verliezen. Stel je voor dat je een kind hebt of dat je een goede vriend van je bijvoorbeeld of iemand die heel dichtbij je staat als die zegt ik ga iets heel raars doen bijvoorbeeld. Ik ga stoppen met school en ik ga iets compleet anders doen. De eerste gedachte als ouders zijnde bijvoorbeeld is vaak, zou je dat nou wel doen? Want ja, naar school gaan, dat is zeg maar veilig. Dus veilig is goed, veilig is geen pijn. En veel mensen zijn bang om zeg maar ja, iets te doen wat niet veilig is. Omdat ze, nou laat ik het zo zeggen, als je iets doet, dan of als je 2 of 3 dingen tegelijk doet, of misschien wel 5 of 10 of misschien wel 20 dingen tegelijk doet, dan weet je zeker dat je niet echt zult verliezen. Maar onze angst om te verliezen is enorm groot. Dat is bijna voor heel veel mensen is het gewoon leidend. En daarom hebben heel veel ondernemers ook moeite om heel veel dingen bijvoorbeeld niet te gaan doen. Dus die, ja, die gokken echt op meerdere paden tegelijk. Zeg maar. Die hebben echt 30 of 40 projectjes. Want stel je voor dat het ene project niet werkt, dan heb je altijd het andere projectje wat misschien dan nog wel kan gaan werken. Maar de realiteit is dat doordat je van alles en nog wat doet, dat je nooit echt succesvol gaat worden, of in ieder geval nooit de nummer 1 gaat worden met 1 project. En wij zetten meerdere projecten op omdat we echt de angst hebben om te verliezen. Als wij die projecten, die potentiële projecten waar ook heel veel potentie in zit, niet doen, ja, dan verlies je dat, zeg maar. Dan heb je de mogelijkheid om dat te verliezen. En soms moet je voor jezelf je verlies nemen en kijken van oké, wat kan ik minder doen? Welke dingen kan ik beter niet gaan doen, zodat ik me kan focussen op de dingen die ik wel kan gaan doen, waardoor ik veel succesvoller raak. Ze noemen het ook wel opportunity costs. Als jij focust op bepaalde, dan laat ik het zo zeggen, als jij, stel je voor je hebt een heel mooi leven en je mag trouwen met 5 vrouwen bijvoorbeeld, of met 5 mannen, wat jij maar wil, of 2 mannen en 3 vrouwen als je nou whatever. Maar je mag met meerdere mensen mag je trouwen. Dan denk je natuurlijk eerst, even gekheid natuurlijk, maar dan denk je, oh cool, mag met meerdere mensen trouwen, dus ik heb meer lol, meer plezier. Maar als je vervolgens gaat kijken, doordat je je tijd spendeert met de ene vrouw of de ene man, heb je minder tijd voor de andere man of de andere vrouw. En daardoor ja, heb je dus opportunity costs. Doordat je je tijd niet aan alles tegelijk kunt spenderen, of het wordt al een hele dolle bende natuurlijk, maar als je je tijd niet aan alles kunt spenderen, of kunt focussen, dan laat je altijd ergens anders wat liggen. Met business is het precies hetzelfde zo. Als je 2 projecten runt, doordat je een nieuw project, of laten we zeggen, als je 1 project runt en je gaat een nieuw project erbij runnen, hoe je het wendt of keert, het ene project zal er altijd enigszins onder lijden. Omdat je niet je volledige focus op dat ene project hebt. En dat noemen ze opportunity costs. Dus het kost je het een en ander wanneer je op een opportunity ingaat. Ik zeg niet dat je niet op opportunities in moet gaan, maar je moet je wel realiseren dat als je op alle opportunities ingaat, dus alle kansen en mogelijkheden ingaat, dat het je andere dingen gaat kosten. Dus het kost je altijd wat als je ergens anders in gaat stappen, iets anders gaat doen. Nou, nogmaals, als ondernemer zijn we zijn creatief, we doen van alles en nog wat. Ik vind het ook leuk om van alles en nog wat te doen en dat moeten we ook blijven doen. Alleen het is wel belangrijk om goed na te denken, eens per maand of misschien eens per kwartaal, een overzicht te maken van wat doe ik nu allemaal, waarmee moet ik stoppen en waar moet ik me echt op gaan focussen. En het is zo belangrijk om ook op financiën te gaan zitten en kijken, oké, waar komt mijn omzet vandaan? En waar komt het meeste geld vandaan? En kan ik me beter daarop focussen? Kan ik beter daar beter in worden? En stoppen met de dingen die minder goed gaan? De realiteit is dat veel mensen gaan kijken, oké, dat loopt minder goed, dus daar moet ik me meer op gaan focussen, omdat ik daar meer geld mee kan verdienen. Alleen het werkt vaak vele malen beter dat je gaat kijken wat loopt al goed, om dat beter te gaan doen. Dus dat is een advies van mij. Iets anders, en daarvoor raad ik je echt aan om het boek Rework te lezen. Ik weet niet of ik hem hier heb liggen. Volgens mij heeft Jess hem van mij gejat. Maar het boek Rework van 37 Signals, die hebben het er bijvoorbeeld ook over. Die maken bijvoorbeeld een to-do-list. Die heet de Tada-list. En ze hebben Basecamp. Hele mooie online diensten. En wat zij, hun filosofie is dat het ook beter is om bijvoorbeeld met online diensten of met producten die je aanbiedt, om minder te doen dan je concurrent. De meeste mensen denken dat je meer moet doen dan je concurrent. Dus meer features, meer mogelijkheden, meer van alles en nog wat. Maar vaak is het beter om minder te doen dan je concurrent, zodat jij
specialist bent op 1 of 2 of 3 dingen. In plaats van dat je van alles en nog wat doet. En ik heb voor mezelf een tijdje geleden ook de beslissing genomen in mijn business om niet al te veel in persoonlijke ontwikkeling te gaan, zeg maar. En meer te focussen op internetmarketing en ondernemerschap. Ik vind persoonlijke ontwikkeling vind ik een fantastisch onderwerp. Ik vind het super om zelf natuurlijk te ontwikkelen en ook andere mensen daarbij te helpen. Alleen als je kijkt hoeveel mensen al into de persoonlijke ontwikkelingmarkt zitten. Ik bedoel, iedereen die een keertje overspannen is geraakt en daar bovenop is gekomen, die denkt dat ze andere mensen ook kunnen helpen om persoonlijk te ontwikkelen. En daar is op zich niks mis mee. Alleen ik wil niet in een hele crowded markt zitten. Ik zit liever in een minder crowded markt en dat ik daar gewoon echt volledig op kan focussen. Dus je moet ook niet alles aan iedereen zijn. Ik zeg dat wel. Ik bedoel, tuurlijk hoor je mij ook vaak over time management en andere zaken. Dus ik bedoel, ook daarbij is het niet een volledig practice what I preach. Maar het is vaak beter om gewoon echt in een categorie de beste te willen zijn, in plaats van heel breed te gaan en van alles en nog wat te willen doen. En je moet het gaat nergens over wat ik nu zeg, maar je moet het ook niet al te serieus nemen. Als jij een keer een zijstapje wil maken, als je een keer iets anders wil gaan doen en dat op je blog wil zetten of wat dan ook, boeit echt niet, maakt niet uit. Het is niet erg als mensen zien dat je veelzijdig bent bijvoorbeeld. Alleen probeer niet alles aan iedereen te zijn. Dus minder doen kan echt een hele goede zijn. En het creëert veel meer clarity, creëert veel meer overzicht. Zorgt ervoor dat je minder overhead hebt, dus minder kosten maakt. Veel minder management, het is veel cleaner allemaal. En het maakt business gewoon een stuk aantrekkelijker. Als ik kijk naar, want ik investeer in een aantal bedrijven en ik participeer in een aantal bedrijven. En als ik in een nieuw bedrijf investeer of participeer, is eigenlijk het eerste wat we doen, is wat kunnen we weggooien? Waar kunnen we mee stoppen? Want als je ergens mee stopt, ik had vanochtend 10 uur had ik een meeting. We hebben een vrij grote community hebben we gekocht. Met meer dan 70.000 gebruikers. En dat gaan we overzetten, dus in een andere markt, maakt niet uit. Maar dat gaan we overzetten naar een ander systeem. En weet je, het is gewoon zelf gebouwd in PHP en we willen het overzetten naar BuddyPress en WordPress. En we zaten bij een partij die dat voor ons gaat doen. En als je gaat kijken naar het overzetten van bijvoorbeeld zo'n heel groot systeem naar een ander systeem. Ja, wat wij gaan doen is, oké, van het huidige systeem wat we willen overzetten naar het nieuwe systeem, wat kunnen we gewoon eruit slopen, zodat in het nieuwe systeem dat veel cleaner is en veel overzichtelijker. En je kunt ook denken, ja, we gaan alles overnemen wat er in het verleden allemaal is gedaan. Maar wij kijken meer van, oké, welke functies kunnen we eruit halen. Dus het eerste wat je kunt doen als je gaat participeren in bedrijven, als je bedrijven gezonder en beter wil maken, is wat kun je eruit halen, wat kun je niet meer doen, wat kun je cleaner maken. En dan zie je dat bedrijven veel beter gaan lopen. Dus minder doen is in mijn optiek een hele belangrijke. Dus ik hoop dat de boodschap een beetje is overgekomen. Ik ga nu kijken of er een paar vragen zijn. Dan zal ik die beantwoorden. En daarna zal ik natuurlijk afronden. Nou, begon direct al met een leuke reactie, vind ik. Kees die zegt, Ilko, je bent een kanjer in doseren, met een C. Maar geldt dat ook voor doseren, oftewel met een S? Want als je het over minder doen hebt, gaat het dan niet vooral over jezelf? Je work hard, play hard webinars zijn geweldig. Maar is het niet allemaal iets te veel van het goede? Eenmaal per week workout play hard zou veel effectiever zijn. Nou, dat vind ik wel een interessante vraag. En wat is wijsheid? Dat is de vraag. Weet je weet niet wat is effectiever zijn en wat werkt beter. En dat is iets op het internet en ook qua positionering en ook qua het opbouwen van een community. Ja, er is zoveel over te zeggen. Weet je kunt inderdaad scarcity doen. Oftewel dat je wat minder van jezelf laat zien en de dingen die je laat zien, dat je daar meer gaat nadenken over de positionering en wat je wel zegt en wat je niet zegt. Je kunt ook all out gaan, weet je. Dus er zijn verschillende voorbeelden van, als je kijkt naar een Steve Jobs bijvoorbeeld, ja, die laat zich niet zo heel vaak zien. Maar als je kijkt naar een Gary Vaynerchuk bijvoorbeeld, die is elke dag constant op het internet. Beide werkt, zeg maar. Dus ik denk dat, ik snap je reactie zeker en het is voor mij ook, weet je. Ik heb nu al de 10e Work Hard Play Hard webinar. Tuurlijk, weet je, sommige mensen zullen zeggen van ja, dat is een overkill en ik hoef niet elke dag een kwartier of een half uur lang een live uitzending te checken. Andere mensen die zullen zeggen van ja, het is fantastisch, want je kunt elke dag je vraag stellen en je wordt gewoon geholpen. Dus ja, wat is wijsheid? En ja, we zullen het over een tijdje zullen we zien wat wijsheid is. En dan moeten we elkaar maar weer even spreken en kijken wie gelijk had. En dat is dus inderdaad iets wat je ook moet gaan testen. Dus ik snap je vraag.
Maar we zullen gewoon zien. Nou, Stef die zegt, ben het niet helemaal met je eens, Kees. Die zegt dat 2 à 3 korte webinars per week zijn prima. Nou ja, lang verhaal. Hij zegt, Ilko, compliment voor je video van gisteren. Ja, dat is inderdaad ook de video van gisteren. Dat is het hebben van een... En die staat ook gewoon op winst.nl. Kun je gewoon hieronder volgens mij zien. Die video gaat over het hebben van een plan B. Een mooi voorbeeld. In dat video heb ik genoemd Travis Barker. Dat is een drummer. En die heeft zich helemaal van top tot teen heeft zich getatoeëerd. Omdat hij niet een plan B wilde hebben. Hij wilde zijn geld verdienen met muziek. En hij wist van, nou, als ik me van top tot teen ga tatoeëren, dan zal niemand mij ooit een baan aanbieden. En dat is het laatste wat hij wilde. Dus burn your bridges. Ga niet voor een plan B. En dat heeft natuurlijk wel alles te maken met het onderwerp van vandaag. Danielle zegt, wil je minder doen of wil je juist meer doen die jij wilt? Dus even los van je business bekeken. Mij maakt het niet uit hoe vaak deze work hard, play hard doet. Ik kijk ze toch wel. Tof dat je dat zegt, Danielle. En leuk dat je er elke dag ook bij bent. Mooie naam heb je ook trouwens. Wouter zegt, top dat je weer een work hard, play hard webinar geeft. Het is een lekker moment om even te ontspannen om 4 uur. En het werkt zeer motiverend. Super, bedankt voor je feedback, Wouter. Ik hoop dat er nog veel volgen. We zullen inderdaad zien. Minder doen met hetzelfde resultaat als waar we allemaal naar streven, denk ik. En dat is inderdaad een beetje de essentie van het verhaal van vandaag. Mijn ervaring, niet alleen bij mezelf, maar ook bij heel veel anderen, is dat inderdaad dat je doordat je minder gaat doen, dat je vaak hetzelfde resultaat hebt, het eindresultaat, oftewel omzetten of winst. En ja, dat is natuurlijk echt het optimaliseren van een business. Ingrid die zegt, vraag je, doe je nog veel met dropshipping of heb je dat inmiddels ook gedropt? Ik doe nog het een en ander met dropshipping in een aantal verschillende markten. Het blijft echt een fantastisch verdienmodel. Het is echt iets wat nog echt een kans is voor startende ondernemers die willen starten en geen grote investeringen willen doen. En ja, weet je, nu ook een stukje zelfpromotie misschien, maar met Luondo. Je hebt echt binnen een hele korte periode een super vette webshop. En het kost je helemaal niks om aan te maken. En als het niet loopt, dan betaal je helemaal niks zelfs. Dus ja, dropshipping is in mijn optiek echt een hele mooie manier om een business te starten. En vanuit daar gewoon door te bouwen. Even kijken. Danielle die zegt, volgens mij zie je altijd een andere Danielle voor je als je deze naam ziet. Dat klopt inderdaad. Soms denk ik inderdaad, nee, Danielle is er ook, maar dan is Danielle er ook als een andere Danielle. Anyway, ik hoop dat je vandaag weer wat aan hebt gehad. Nou, de essentie is dus, kijk naar wat goed voor je werkt. En kijk ook naar wat minder goed voor je werkt. Oftewel wat minder effectief is bijvoorbeeld. En probeer gewoon echt die scherpe rand, of de vetrandjes ervan af te snijden, zeg maar. Zodat je echt naar de essentie kan en dat je een iets wat minder groot is, beter kunt optimaliseren en daar gewoon echt een marketing monster van kunt maken. En dat werkt natuurlijk vele malen beter. Het is hetzelfde als het hebben van 200 echte vrienden. Dat werkt natuurlijk ook niet. Je kunt beter een paar hele goede vrienden hebben, bijvoorbeeld. Nou, dit was hem weer voor vandaag. Kort maar krachtig, hoop ik. Ik hoop dat je het tof vond. Laat daar ook even een reactie achter hier beneden of je het inderdaad ook tof vond. En we gaan door naar de volgende Work Hard Play Hard webinar. Morgen geen Work Hard Play Hard webinar, omdat ik morgen naar Londen ga. We gaan naar een 3-daags seminar. Heel tof seminar, hele toffe sprekers ook. National Achievers Congress. Zondag ben ik jarig, dus zal ik mijn verjaardag vieren in Londen. En dan zullen we maandag nog een klein beetje brak in het seminar zitten. En dinsdag is de kans weer redelijk groot dat er weer een Work Hard Play Hard webinar nummer 11 is. Dus bedankt voor het kijken. En ik wil je alle succes wensen. Doei!